Ruben, had jij het voor jezelf nog nodig om de bevestiging te krijgen afgelopen zondag dat je belangrijk kunt zijn en dus ook was voor deze club? Nee, niet nodig, maar het is natuurlijk wel lekker dat je zo je stempel kan drukken op een wedstrijd. En ik ben er nog niet, maar goed, het was wel een lekker goaltje en je wint de wedstrijd, dus dat was top. En dan zien we na afloop eensgezindheid. Is dat wat dit team kenmerkt, dat ook reservespelers opstaan en juichen als jullie winnen van een grote concurrent? Zeker weten, dat heb je goed gezien. We zijn echt een hecht team. En ook de wisselspelers, we hebben iedereen nodig. En normaal zie je bij ploegen dat de wisselspelers een beetje, ja, toch wel, die hopen dat je verliest. Of die willen hun kans krijgen. Tuurlijk willen ze hun kans krijgen, maar je merkt wel dat ze met je meeleven. En ook voor de wedstrijd komen de wissels naar me toe. Van, hij gaat er vandaag in of je gaat er vandaag eentje maken. En ja, dat zie je het ons, denk ik. En daarom, dat is onze kracht ook. En die kracht is, om dan maar de link naar zondag te maken, nodig, hè, om een ploeg die aan een goed seizoen bezig is, NEC, te kloppen. Ja, zeker. NEC is een lastige ploeg, een lastige uitwedstrijd. Dus totaal geen sprake van onderschatting. Alleen wij als Feyenoord zijn, moeten daar gewoon winnen. En daar geloof ik ook in. En de hele ploeg. Dus we zijn zeer gebrand. En we kennen het verhaal van Zwolle natuurlijk. Dus iedereen zit weer te wachten tot wij weer een foutje gaan maken. En ik vind dat het voor ons tijd is om daarin toch wel de monden te snoeren, om het maar zo te zeggen. En wat bedoel je met iedereen zitten wachten? De buitenwereld, wat dat dan ook is? Ja, precies zoals je het zegt. Ja, de buitenwereld, ja, geef het een naam. Alleen goed, ze gaan ervan uit van, nee, ja, het Feyenoord zal wel weer verliezen. De lastige uitwedstrijd tegen NEC. Dus het is aan ons om het tegendeel te bewijzen. Maar geef niet weg dat het niet makkelijk wordt. En nu zie je bij succesvolle ploegen in de sporthistorie wel vaker een soort van wij-zij verhalen. Een soort van, ja, gemeenschappelijke vijand is psychologie van de koude grond. Maar is dat wel wat er leeft in jullie groep? Ja, een beetje. Niet zozeer dat het leeft, maar de spelers zijn ervan bewust dat het zo gewoon werkt. En dat is alleen maar goed. Dat maakt je nog hechter. En het is niet dat wij, zeg maar, strijden tegen de buitenwacht. Maar het is wel goed als je hecht bent en alles binnen de kamers houdt. En je niet bezighoudt met dat soort dingen. Moet jij de laatste weken ook zo vaak denken aan John Guidetti? Aan John Guidetti? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb hem nog wel even gesproken. Dat wel. Weet je waarom ik het vraag? Nee. Er was, en dat is zeer terecht, hè, totale euforie binnen deze club en in deze stad toen jullie tweede werden. Maar hij heeft altijd gezegd, we hebben ook een kans laten liggen. Een unieke kans om kampioen te worden. Daarom haal ik hem even aan. Oh ja, nee, wat dat betreft was Guidetti wel een geval apart. Ja, hij eigenlijk ook door gewoon 5 of 6 stonden, zei hij gewoon tegen ons van, jongens, wij kunnen kampioen worden. Hij geloofde er heilig in. En je kijkt hem aan en je denkt, ja, John, het zal natuurlijk prachtig zijn. Alleen goed, we lopen bijvoorbeeld 11 punten achter, dus waar praten we over? Maar hij was echt eentje die er heilig van overtuigd was. En achteraf heeft hij gelijk gehad. Als je achteraf kijkt, natuurlijk hebben alle ploegen dat, maar dan had je misschien wel, als je een paar wedstrijden niet verloren had of gelijk gespeeld had, had je grote kans kunnen maken. Ja, maar kun je vooral nu iets met die wetenschap, dat er weer een unieke kans is om historie te schrijven? Ja, daar kan je zeker wat mee. Vooral de jongens die vorig jaar hebben meegemaakt, die weten dat aan het einde van de rit kom je een paar punten tekort. Dus we hebben een paar wedstrijden gehad, zoals alle ploegen waar je punten verloren hebt. Maar nu zijn er nog 10 wedstrijden te gaan, toch, uit mijn hoofd? Ja, en dan moet je dus zorgen dat je gewoon eigenlijk 10 keer wint. Hè. Klinkt makkelijk, maar het is niet zo makkelijk. Ja, maar wat is er, om het dan maar anders te formuleren, is er iemand die jou, Ruben, kan uitleggen waarom Feyenoord geen kampioen zou kunnen worden? Nee. Dat kan niemand me uitleggen. Nee, waarom zou het niet kunnen? Ja, want ook PSV, Twente, Ajax, allemaal niet stabiel. Nee, ben ik mee eens. Iedereen laat punten liggen. En tuurlijk, kijk, PSV staat er het beste voor. Dat kan je niet omheen. Ook qua doelsaldo hebben ze dan ook nog een punt meer. Alleen goed, zoals ik al zei, als je gewoon 10 keer wint, dan wil ik het wel zien. Maar goed, eerst maar beginnen met zondag. Ja, want dat is wel het mooie aan jouw vak, hè? En soms ook het rare aan jouw vak. Nu praten we zo, als er zondag misgaat, gaan we dezelfde vragen, maar dan heel kritisch aan je stellen. Precies, daarom ben ik ook zo voorzichtig. Maar ik weet hoe het werkt. Ik loop lang genoeg mee. Dus daarin moet je voorzichtig zijn. Maar natuurlijk wel bewust van wat we kunnen en wat de mogelijkheden zijn. Dus wat dat betreft moet je niet weglopen voor kampioenschap als het zover kan komen.